hier achter de stok gereden heeft, wat halen we beeld. De roeivereniging die ook heel welwillend het materiaal voor ons beschikbaar heeft gesteld vanmiddag, waar ze erg dankbaar voor zijn. De dames zullen het een en ander laten zien wat je na een maand of drie, vier toch al kunt doen in een skiff. En ik zal proberen het programma af en toe wat toe te lichten, zodat u een beetje weet dat het gaat komen. Ziet u enkele skipjes van de Utrechtse Vereniging Viking van links naar rechts. Om even voor te stellen ziet u Annelieke in de Hilti, Lot in de Alvar, Patricia in de Wiki en Cassandra in de Elva. Deze roeisten zullen u vandaag laten zien wat er van de jeugdskip mogelijk. Zodra alle boten in één lijn liggen zullen ze daarmee proberen een rondje te draaien. Die kant op! Ja, dat begrijp ik. Maar ik vind het ook eng in deze boot. Zoals u hoort worden de dames begeleid door coach Victor. Kijk, je kan het wel. Ik ben echt... Even draaien, Annelieke.
De mensen die net al geroeid hebben, die hebben gemerkt dat als je daar de riemen of de palen, hoe je het wilt noemen, loslaat, dat die boot gewoon blijft liggen. Dit zijn hele andere boten. Als je hier één hand zou loslaten en ze zit een beetje tegen, dan gaat het schip gelijk om en ligt hij in het water. We zullen nu een rondje in het water maken. Helemaal 360 graden om. En zoals je ziet gaan daarbij alle bladen tegelijk op en neer. Dat is een vraag nou. Sorry, ja, dat kan het niet. Laat het met een pakje weg. Lopen. Nu zult u gaan zien dat ook wanneer de roeisters gaan staan, de boot in evenwicht kan blijven. En om het voor deze show nog wat moeilijker te maken, gaan ze een rondje draaien in de skip. Zit het tegelijk nu? Maar rustig aan, hè? Oké, opmerken dat je na het instappen in het verkeerd schip zit, gebeurt het ook wel eens dat je na het instappen merkt dat je de bakboordriem op het stuurboord hebt en omgekeerd. Er valt niet mee te roeien. En we zullen nou eens kijken hoe of het dan opgelost wordt. Uit is geconcentreerd, legt Annerieke het een, de ene riem. Ja, een applaus voor Annerieke. Bravo. Doodse stilte.
Lang, hè? Ja, applaus! Oké, Lotte, hoe jij moet... Hij is onder zijn eigen afgedraaid. Oh, jezus. Moet ik draaien, hoe? Mooi. Ik hou het er allemaal mee. Mooi weer. Oké, coach. Coach, wissie. Wat is nou op? Dit betekent in elk geval dat we nog een derde optreden krijgen vanmiddag. Eén keer zal het echt vlekkeloos verlopen met het uitvouwen van het pakketje op het water. Nou, de spanning staat de top, dames. Laten we het zien. Het is wel dat je allebei de vrouwen hoeft. Oké, het is even verhalen, Kroonpijn. Ja. Ja, daar komt ie. Ja, applaus! Oké, hartelijk dank voor de mensen op de kant. Bedankt voor het kijken. Ik weet waar je zit. Ja, ik wil toch eens dat ze niet welkom zijn, maar ik wist dat ik weinig bieden. Dus dit is een beetje eerlijker moeten zijn. Ja, maar je hebt er niks. Ja, mensen moeten rust hebben.
het gewoon niet leuk om mensen teleur te stellen. En dan zoiets van, nou, als het volgend jaar dan goed rijdt, dan gaan we misschien een hartstikke keer terug. Ja. Hey. Je mag nu wel even met hem heen en weer lopen. Ja. En als je denkt, nou, ik ga dan een beetje kijken naar wat de wedstrijd is. Zowel zodat ik alle jeugd mee wil ook maar dat zijn die drie wedstrijden waar je echt aan het lopen. Niet als de head. Nee. Maar dan mag je dan wel. Maar ik denk ook dat voor de jeugd het goed een beetje deel op die werk. Maar op het ogenblik houden we meer bezig met dezelfde buren en dat. Ik heb het proberen, ik doe het materiaal. Ik kan het niet, want als je...